Nee, maar je moet... Wat staat u nou te doen? Even te kijken, we zijn aan het kijken naar een combimagnetron. Hallo. En even overleggen. Je wil er thuis voor ombellen of het goed is? Ja, zo is dat. Zo weet ik dat. Staan de lichten op groen? Denk het wel. Ja. Dat is een mooie score voor tweede kerstdag. Daarom. Dan komen we ook hier. Okay. Vanavond koken dus. Zo is dat. 10.000 Overijsselaars gebruiken tweede kerstdag om het huis te ontvluchten. Ze gaan naar meubelboulevards, garages en grote elektronica bedrijven om te kijken of er voordeeltjes te scoren vallen. Want crisis of niet, mensen willen er toch uit. En hoewel de drukte misschien wat minder is dan voorgaande jaren, zijn mensen toch blij even buiten te zijn. Even de frisse lucht in en even te kijken wat er allemaal te koop is. Ja. U heeft de inkopen weer binnen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja. Is het druk in de winkel? Ja, heel druk. Heel druk. Echt. U heeft geen last van de crisis of economische malaise? Nee, dat heb ik ook niet. Nee. Ja, gelukkig maar, toch? Ja, ja. Ik denk, dan raak je de auto niet kwijt, kun je zoeken. En dan begint hij van, maar weer thuis gebleven. Dus ik denk, ik ga mooi met de fiets. Hij is niet zo'n zekere chauffeur. Nou, jawel, jawel. Dat gaat wel goed. Hij heeft jaren op de weg gezeten, dus dat... Had u verwacht dat het zo druk zou zijn? Ja, ja, best wel. Ja. Mensen vervelen zich, die wilden er toch even uit. Ja, precies. Vaak naar meubelwinkels en zo, weet je wel. Tweede kerstdag, dat is een... ik vind trouwens die kerstdagen... het is een beetje een vreedfeest. Maar dan komt die tweede en dan denk je van... Ja, wat ga ik nou eens doen? U zou normaal gesproken nooit naar een meubelboulevard gaan, alleen nu? Nee, precies. En omdat zij dat dan graag wil. Want ik zou zelf nooit naar die meubelboulevard. Zij bepaalt wat er gebeurt. Nou, niet altijd. Niet alles. Ik ben vervelend ons. Verveelt u? Ja, dan gaan we in de winkel. Maar hoe kom je dan hier terecht? Omdat dat dichtstbij is. Verder is er hier in de buurt al niks op. En die reizen nou helemaal niet. Maar is het leuk hier? Want het is ontzettend druk. Ah, veel best mee bij de IKEA. Valt wel mee hoor. Hoe gaat u nou in godsnaam de dag verder doorbrengen? Oh, nog even bij een andere winkel kijken. Ik ben nog zo langzaam verhaald. Dan wordt de etenstijd dan alweer naar huis. Ik ben blij dat die dagen erop zitten volgens mij. Ja, en ik weet nog wat je doen moet, hè. Het is maar een paar minuten, maar het fiets is wel interessant. Want als ik dit zie, eigenlijk is het wel gigantisch, hè. Druk, onvoorstelbaar. Had u niet verwacht? Nee, zo druk niet, eigenlijk. Nee. Ik denk, het is nog mooi weer echt op dit moment. Toen dacht ik eerst bij mezelf, ik zeg tegen een vrouw, ik zeg, we nemen even de fiets. Maar ik ben blij gedaan, hè. Maar volgens mij gaat de andere parkeerplaats er weer los. Dus. Maar mensen zijn het gang toch zat, die willen naar buiten. Ik het toen wel, ja. Ik vind het wel fijn om even naar buiten te gaan. Gisteren de hele dag in huis geweest en nu vind ik wel even lekker om eruit te zijn.